Kun je vertellen wat voor een fototentoonstelling dit is? Het gaat over de eenzaamheid van de ouderdom. Het doel van die reportage is om aandacht te vragen voor het nijpende probleem waar heel veel ouderen in Nederland mee kampen. Met hun eenzaamheid. En dat is met name het geval als je zelfstandig woont en fysiek beperkt bent. Dan blijkt het gewoon heel moeilijk te zijn om nog uit huis te komen. Wat kwam je allemaal tegen? Nou ja, wat ik met name tegenkwam is een gevoel. Dus wat ik ook in die beelden gewoon terugzie is echt elke keer haar ogen en haar gevoel van eenzaamheid. Dat sprak gewoon boekdelen. Ja, en ook als je kijkt bijvoorbeeld naar deze foto. Weet je, het alleen eten aan een tafeltje. Of de foto daarboven. Elke maandag heeft ze zo'n doos vol met pillen die ze moet sorteren en die ze moet slikken de hele week. Toen zijn we een klein stukje gaan wandelen. Ze helemaal uitgeput naar 20 minuutjes buiten zijn. Maar wel heel dankbaar voordat ze even naar buiten kon, omdat er iemand bij haar was. Greet, zij was ook nog, of is nog fysiek beperkt. En dat betekent dat je kunt gewoon niet altijd een beroep doen op vrienden en familie. En die mensen zijn vaak ook te trots om hulp te roepen. Dus vandaar dat zij gewoon vaak een maand lang gewoon thuis zit. En of 2 maanden uitkijkt bijvoorbeeld naar een verjaardag. Haar koelkast, daar staan ook altijd meerdere magnetronmaaltijden in. En zoals je ziet, ze eet ook dus ook altijd zo met een theedoek uit het magnetronschaaltje. Ja. En ik zeg dit omdat ik deze reportage ook heb gemaakt voor een stichting die ik zelf heb opgericht, Eet met je hart. En wij willen in samenwerking met restaurants fondsen werven voor projecten die vereenzaming tegengaan. En in Utrecht zijn we daar nu al mee begonnen met een aantal Utrechtse restaurants. En het geld wat we daarmee ophalen komt ten goede aan een organisatie die het mogelijk maakt dat Utrechtse ouderen weer een aantal keren per jaar uit kunnen. Dus naar de film, naar het theater. En dan even kijken, dit is het restaurant. Wat dus ook meedoet aan Eet met je hart, de keuken van Gasmaalt. Nou, deze foto vind ik inderdaad echt heel typerend voor de eenzaamheid. 18 mei hebben we de aftrap gehad van Eet met je hart en daar was zij ook bij aanwezig. En ik heb Eet met je hart ook wel opgedragen aan haar. Dus ik heb ook echt mijn toespraak naar haar toe gehouden. Omdat zij de grote inspiratiebron is geweest waarom we de stichting hebben neergezet. Mijn hart ligt echt bij de documentaire fotografie. Om echt maatschappelijke thema's onder de aandacht van het publiek te brengen, zoals dit. Het geld wat we hiermee ophalen, dat is hartstikke mooi en dat is super waardevol. Maar mijn hoger doel is inderdaad een stukje bewustzijn en een stukje aandacht voor... Het thema hier in de beeldstraat heet Lof der Zichtbaarheid. Een stukje zichtbaarheid voor groeperingen die niet zo zichtbaar zijn, maar ook voor problemen die niet zo zichtbaar zijn.